Onorevole De Graaf, per een minuut. Voorzitter, de EU-coördinator voor terrorismebestrijding, Gilles de Kerkhoven, stelt voor dat de lidstaten teruggekeerde jihadisten moeten opvangen en rehabiliteren. Er moeten speciale programma's komen als alternatief voor zelfstraf. Dit voorstel heeft geen enkel respect voor de doden van Bataclan, voor de doden van Sinjar, voor Lee Rigby, voor Muad al-Kassiabe en voor al die andere slachtoffers van de beesten die hier veteranen genoemd worden. Voorzitter, een schofterig en krankzinnig plan dat de veiligheid van onze burgers op het spel zet. Daders van onthoofdingen, verkrachtingen, martelingen en slavenhandel zijn geen veteranen. Het zijn vijanden die de islam verspreiden door dood en verderf. Ik bied de Raad van Ministers een alternatief voorstel. Gooi ze buiten, hou ze buiten en sluit alle nationale grenzen. Onorevole Sinadinos, per un minuto. Κύριε Πρόεδρε, η εφαρμογή των αποφάσεων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών αποτελεί ταφόπλακα για την Ευρώπη, της αλληλεγγύης των συναποφάσεων των ισότιμων κυρίαρχων κρατών. Αποδεικνύεται ότι οι θεσμοί, εκλεγμένοι και μη, αδυνατούν να κατανοήσουν και να δώσουν σωστές λύσεις.